Goedendag. Kunt u wat toelichten over uw gewijzigde aanpak van uw fondsaanbod? Ja, zeker. Dus we hebben altijd onze fondsenaanbod gescreend op basis van de 6 P's. De P van people bijvoorbeeld, of performance. Maar daar is sinds kort, sinds de laatste tijd eigenlijk, een 7e P aan toegevoegd geweest. De P van principles. En die P van principles die verwijst naar de UNPRI, de United Nations Principles for Responsible Investing. Op die manier eigenlijk nemen we sinds kort het duurzaamheidskarakter van elk fonds dat we screenen fundamenteel mee in onze analyse. Is door die filtering het aanbod fors kleiner geworden of viel het wel mee? Fors kleiner is een groot woord, maar het is wel zeker en vast gewijzigd. Er zijn fondsen die vandaag niet meer worden gebruikt. En anderzijds hebben we ook heel wat nieuwe fondsen die het wel nu tot de selectie hebben gehaald. Ja. En ziet u ook verschillende ontwikkelingen qua rendement tussen de fondsen die zijn afgevallen en die nu wel in het aanbod zitten? Het is nog een klein beetje vroeg om die conclusie nu al te trekken. Tuurlijk, er zijn verschillende. Heel veel duurzaamheidsfondsen of ESG of sterker nog SRI-fondsen beleggen toch in andere sectoren dan de klassieke aandelenfondsen. Banken kunnen al eens worden gemeden bijvoorbeeld. Anderzijds, verzekeraars zien we dan soms wel meer in die fondsen, in die duurzaamheidsfondsen. Dus het creëert sowieso een verschillend beeld. Maar om te zeggen dat de performance daardoor momenteel sterk wijzigt, is dat wel een klein beetje vroeg. Ook studies uit het verleden geven twee verhalen. Sommigen zeggen juist dat duurzaam beleggen extra alfa genereert. Andere studies spreken dat een klein beetje tegen. En verwacht u dat de trend van het steeds duurzamer beleggen dat het nog steeds doorgaat? Zeker en vast. Die trend is meer dan een trend. Het zal iets fundamenteel zijn in onze beleggingswereld, maar ook gewoon in onze maatschappij. Dus ik denk niet dat dit ooit nog weggaat. Het zal nog worden gefine-tuned en bepaalde richtingen worden gestuurd. We zien ook meer en meer impactfondsen naar boven komen, die echt met een bepaald doel worden opgericht. Dus het gaat niet zomaar over een trend of een hype, dat is een zekerheid. Okay. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan.